Beste kijkers, we lopen alweer richting de kerst. En er is er altijd een kersttoespraak van onze koning. Maar die is natuurlijk niet zo leuk als die van mij. Daarom bij deze de toespraak waarin ik terugblik op het afgelopen jaar. Dit jaar was wat mij betreft het jaar van de gereedschappen fotograferen. Maar ook een brillenzaak, een viool, diverse bieren en pasta's kwamen voorbij. En een hele mooie opdracht voor een natuursteenbedrijf. Kortom, genoeg afwisseling. En ook nog gewerkt aan een impuls van mijn commerciële groei. In de privé-tijd genoten we van het carnaval, de vakantie, aan het komen meer en de diverse uitjes. En ik hoop dat 2024 weer zo'n afwisselend jaar gaat worden. In ieder geval heb ik nog een leuk toneelstuk 12, 13 januari hier in Heteren. En nog vele mooie opdrachten waar ik naar uitkijk. En als je nu denkt, zoiets zou ik ook al willen, zo'n toespraak. Nou, dat kan. Mijn studio is er klaar voor. En anders maken we hem er klaar voor. Alles kan aangepast worden. Ook de kersttrui is geen verplichting. En een andere achtergrond is ook zo geregeld. Voor mij rust nu te zeggen, prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling. Goede voornemens om nou toch eens echt die portretfoto op LinkedIn te laten vervangen door mij. En ik zie jullie weer in 2024. Het gaat jullie goed en anders tot ziens in deze studio voor je kersttoespraak.